Dag allemaal, lezen voor de lijst, dit keer het boek van Marieke Lucas Reineveld, De avond is ongemak, uit 2018. Daar heeft Reineveld een internationale prijs voor gewonnen, een zeer prestigieuze prijs. Ik formuleer wat vragen waarvan ik denk dat ze zouden kunnen worden gesteld door je docenten en geef daarop de antwoorden, dan heb je meteen een goed beeld van het boek. Zou je heel kort kunnen schetsen waar het boek om gaat, wordt je vaak gevraagd. Dat is als volgt. Een in volstrekt isolement levend, zeer orthodox gelovig boerengezin wordt getroffen door de dood van de oudste zoon Matthias, die naar de overkant is gegaan. Onthoud dat woord overkant. Om te schaatsen, door het ijs is gezakt en is verdronken, onder andere door onderkoeling. Het perspectief van dit alles ligt bij de 10-jarige Jas. Ze laat ons als het ware meemaken hoe de gezinsleden omgaan met het verlies, of niet omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn lamgeslagen van verdriet en verwaarlozen hun 3 kinderen. Obbe, nu de oudste zoon, Jas zelf en haar zusje Hanna. In een werkelijk verschrikkelijk universum, zonder hulp, liefde of aanraking van de ouders, ontsporen de 3 overgebleven kinderen. Ze dromen, die kinderen, van de overkant, heb je het woord weer, van de overkant om uit de ellende te komen, van een redder met een hoofdletter die hen komt verlossen, van hun verdriet en hun angst en hun obsessies. Maar uiteindelijk is er niets of niemand die hen redt en verdwijnt Jas uiteindelijk ook naar de overkant door na te doen wat haar broer Matthias is overkomen, namelijk onderkoeld te raken en te verdwijnen onder water als het ware. Ze gaat namelijk in een vrieskist liggen en laat de deksel ploffen zodat ze daarin opgesloten zit en zal sterven. Vraag 2. Welke dubbele symbolen zitten er in het begrip de overkant, waar we het net over hebben gehad? Nou, in de eerste plaats is de overkant de wereld van de dood. Matthias zegt tegen haar aan het begin van het boek, ik ga naar de overkant, jij mag niet mee, want je kunt nog niet schaatsen. Maar hij komt niet terug van die overkant en dan denken we aan de klassieke oudheid, waar de rivier de Lethe de doodsrivier is. En als je die oversteekt, dan ga je naar de onderwereld, naar de Hades. Dan ga je dus dood. Matthias sterft en bereikt zo de overkant. De overkant heeft ook een iets positievere betekenis. Het is een erg geïsoleerde boerderij. En Jas en Hanna, die willen eigenlijk naar een andere wereld. Ze willen deze wereld op die boerderij en het isolement ontsnappen daaraan. Ze willen dat verlaten. En mogelijk dat er aan de overkant van hun boerderij een redder is. En daar is in ieder geval een andere wereld waar ze los zijn van de verschrikkelijke verdriet dat ze zelf meemaken en van de emotionele reacties van hun ouders. En vooral de verwaarlozing van hun zwijgende, dat is heel belangrijk, die ouders die zeggen niet veel, maar machtige, dat komt later, machtige ouders die door het orthodox geloof helemaal getekend zijn en een boosaardige God aanbidden. De derde vraag zou kunnen zijn, door welke 2 auteurs is de schrijfster beïnvloed? Dan antwoord je Wolkers, Jan Wolkers, dat heeft ze in interviews ook gezegd. En Gerard Cornelis van het Reven. Van Jan Wolkers allerlei titels, denk ik. En van Reven, de ondergang van de familie Boslovic. Waarin ook rituelen en bezweren van de werkelijkheid een rol speelt. Dat zal ik zo uitleggen. Van Wolkers leent ze de volgende motieven. En dat zijn er nogal wat. Het milieu van orthodoxe gelovigen en hun geloof. En de straffende redder en boosaardige God. Een obsessie met de dood. Denk aan Jas. De rol van de zwijgende, ontoegankelijke, veel eisende vader,
die hier ook duidelijk aanwezig is. Rituelen en fantasieën om de werkelijkheid te bezweren. Dat komt vooral van het reven, denk ik, maar komt bij Wolkers ook wel voor. Met name bij Wolkers is het ritueel doden van dieren een belangrijke rol. En speelt een belangrijke rol. En dat heeft Reineveld gewoon overgenomen. En dat wel op geheel eigen wijze verwerkt. Maar wat dat betreft is het een prachtig boek. De alles overheersende broer. De alles overheersende dood van de broer. Je losworstelen van je ouders. En poep, pies en smerigheid. Die heeft ze ook van Wolkers. Die is daar soms heel expliciet in. En dat kan je van dit boek eigenlijk ook wel zeggen. De vrieskist, waar ze uiteindelijk in gaat liggen, komt voor in een verhaal van Wolkers dat heet Gevederde Vrienden. Dus ook dat is geleend. Vraag 4. Kun je een paar voorbeelden geven van de vreemde experimenten en obscene seksualiteit die drie kinderen praktiseren? Obbe, Jas en Hanna. En eenmaal doet ook het vriendinnetje bellen. Neemt daaraan deel. Nou, ik som op. Een experiment met een hamster. Die Obbe verdrinkt. De zusjes Hanna en Jas die tongzoenen. Obbe spuit blikjes cola in de vagina van Hanna. Hij spuit met cola uit een blikje in Hanna's vagina en stopte de lipjes van die blikjes in. Obbe gaat met de vinger in de anus van Jas omdat ze niet kan poepen. Maar daar zit ook een seksueel tintje aan die gebeurtenis. Belle, een vriendinnetje, moet op de nepkoe gaan liggen waar de stier altijd op klaarkomt, zeg maar. En Obbe brengt stikstof en stierensperma in de vagina van Belle, van dat vriendinnetje, in. Er worden dan ook verschillende dieren gedood. En op min of meer rituele wijze, door Jas. Ook dat heeft ze weer van Wolkers gedaan. En je kunt je afvragen waarom dat zo is. Waarom komen die experimenten voor? Zijn die kinderen geschift? Of is er wat meer aan de hand? Daar kom ik straks op. Waarom is Jas, dat woord eigenlijk, en de jas die ze altijd aan heeft, want daar heeft ze haar naam van gekregen, waarom is dat een symbool? Nou, die jas is een bescherming van Jas tegen de buitenwereld. De verschrikkelijke buitenwereld van de realiteit van die boerderij en van haar vader en moeder en van het verdriet om die Matthias en alles wat daarbij komt. Dus dan houdt ze nog een beschermlaagje tussen zichzelf en de buitenwereld door die jas maar vast te houden. En maar vast te houden aan die jas, en dat vasthouden, zullen we zien, speelt ook een belangrijke rol. 6. En dit is misschien iets om goed te onthouden, omdat je die vraag ongetwijfeld zult krijgen. Hoe zouden die seksueel getinte, obsessieve, smerige experimenten en vooral het doden van dieren verklaard kunnen worden? Hoe moet je dat nou zien? Nou, het is uit de psychologie bekend dat kinderen die dieren kwellen en aan obscene seksualiteit doen en min of meer rituele handelingen verrichten, dat die kinderen aan emotionele verwaarlozing lijden. Die zijn door hun vader en moeder op de verkeerde manier lief gehad of helemaal niet. En dat is in dit geval natuurlijk, als je het boek gelezen hebt, zo duidelijk als maar kan. Ze kunnen niet rouwen, die ouders, maar ze kunnen ook niet openstaan voor hun kinderen, hen begeleiden in hun angsten en in hun ontluikende seksualiteit, door ze te ondersteunen, door ze te beschermen tegen de angst voor de dood, door ze te leren omgaan met hun eigen seksualiteit. Dat is er allemaal niet bij. Dat is de verschrikking van dit boek. Die onmacht wordt door die kinderen heel erg diep gevoeld, ook al staat dat niet in het boek. Daar kom ik straks nog even op, dat het boek van de open plekken is.
En daarom begeven ze die kinderen zich in situaties waarin ze wel machtig zijn. En je bent machtig als jij over leven en dood kunt beschikken. En je bent machtig als jij bellen kunt dwingen om op een bepaalde manier op die bok van die stier te gaan zitten. En je kunt seksueel experimenteren, ritueel als het ware, omdat je ontluikende seksualiteit zo verwarrend is en je geen steun krijgt daarin. Dus doe je in die zin maar wat. En heeft het weinig met liefdevolle toenadering te maken. Omdat je geen aandacht krijgt en geen begrip. Vraag 7. Wat is Jas' belangrijkste karaktertrek die in het motto van het boek terugkomt? Nou, ik zal eerst het zinnetje noemen van het motto dat ik bedoel. De onrust schenkt vleugels aan de verbeelding. De verbeelding is hetzelfde als fantasie. Let er eens op hoeveel Jas fantaseert. Ook waar ze de controle over de situatie kwijt is en die probeert terug te krijgen. Over de dood, over de redder, over het grote plan met een hoofdletter, over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat, die gedachte van haar, van er zitten onderduikers in het huis, er zijn Joden bij ons opgesloten. Die fantasie is net als de jas een beschermende laag om Jas heen tegen die verschrikkingen van de realiteit. En je probeert met die fantasie die verschrikkingen van de realiteit op een afstand te houden en ze onder controle te krijgen. En daar komt die, zeg maar, morbide fantasie vandaan. Dat is dus eigenlijk een afweermiddel. Af te weren om tot het werkelijke gevoel te komen van verdriet en wanhoop. Dat zou zo groot zijn dat je daar, nou ja, dood aan zou gaan. Zo moet je je het voorstellen en daarom laat je het niet toe. Nog een manier om de werkelijkheid onder controle te houden is het laten gaan, het loslaten. Een normaal kind kan, als ze godsdienstig worden opgevoed, op een gegeven moment het begrip God en hoe ze zich dat voorstelt, laten gaan. Nou ja, het zal wel. Misschien is het wel zo, misschien is het niet zo. Die kan, zeg maar, die is in staat om de eigen ontluikende seksualiteit ook te ervaren en tegelijkertijd ook weer te laten gaan. Is daar niet dwangmatig mee bezig. Zal zo nu en dan seksuele handelingen verrichten, maar niet op zo'n dwingende manier ermee bezig zijn. Dat geldt ook voor de obsessies. Maar dat kan Jas niet en daarom kan ze niet poepen. Want poepen is loslaten. Laten gaan van de poep. En daarom speelt dat ook zo'n belangrijke rol. Als haar vader op een gegeven moment met zeep in haar anus probeert dat weer op gang te krijgen, dan lukt dat toch niet echt. Je hebt niet echt het idee dat dat iets gaat opleveren. Ze wordt meer als vee behandeld, als een dier. Vraag 9. Welke motieven zie je en wat is volgens jou het thema? Nou, ik heb het al eerder gezegd in andere video's van mij. Thema is, formuleer ik als volgt, wat de lezer ervaart als het centrale onderwerp of probleem. En dat kan ik voor jou in deze roman niet formuleren. Ik kan niet formuleren voor jou wat jij als het thema ziet. Ik kan je wel helpen met motieven die ik gevonden heb in het boek. Dat zijn in de eerste plaats emotionele verwaarlozing van kinderen. Tweede plaats het onvermogen om te rouwen. Dat je gewoon niet kan. Obsessies met dood en rituelen als een afweersysteem. Dat heb ik net uitgelegd. Ontluikende seksualiteit. De beschermende werking van fantasie. Abortus als splijtswam in een huwelijk. Dat wordt even genoemd dat Jas een gesprek afluistert
van haar ouders dat daarover gaat, dat er een abortus geweest is. En dat die moeder eigenlijk zegt, ik word nu gestraft voor het weghalen van het kindje met de dood van Matthias. De verstikkende werking van orthodoxe godsdienst, het verlangen naar bevrijding en vrijheid en de angst en bezwering daarvan en natuurlijk de dood. Nou, moet jij combineren, wat van die motieven, moet jij voor jezelf formuleren, wat ervaar ik nou als het centrale onderwerp van deze roman. En ik zeg je daarbij dat het een prachtige roman is, dat ik het erg knap van je vind dat je het op de lijst zet. En ik hoop dat ik je heb geholpen om wat meer te begrijpen van dat universum dat door Reineveld eigenlijk uitgetekend wordt en wat een verschrikkelijke indruk op je maakt. Je bent stil ervan als je het boek gelezen hebt, dat je denkt van, stel je voor dat je als mens, als jong mens, in zo'n realiteit moet leven, dan kan je toch voorstellen dat je naar het einde verlangt, naar de dood, en dan begrijp je dat van die vrieskist ook duidelijker, de overduidelijke verwijzing naar wolkenrook. Ik wens je op het tentamen met dit boek veel succes en ik vind eigenlijk dat je zelf wel in staat bent om het thema te formuleren. Ik hoop dat je er wat aan had. Als je het goed vond en je denkt, ja, daar heb ik wat aan gehad, druk dan voor mij op de like button. Overweeg je te abonneren op mijn kanaal als je nog meer begeleiding wil bij het lezen van boeken. Ik ga door met het publiceren van regelmatig van titels. En laat wat van je horen wat je ervan vond. Dankjewel.